Nou ja, ik zag Frits Wester van de week. Ja? En die zat daar dan over te praten. En dan, weet je, dan herken je wel weer dingen. Wat hij vertelt natuurlijk, want je bent natuurlijk wel een bekende Nederlander. Ja. En dan, ik heb geloof ik met jou ook nog wel eens eerder daar in het programma gezeten. En de vraag, natuurlijk is altijd de vraag, gaat het goed met hem? Gebruikt hij nog, drinkt hij nog, doet hij het wel, doet hij het niet? Is hij eerlijk? Ligt hij? Ja, dat heb want je liegt wat af als je spullen gebruikt, hè? Ja, dan word je wereldkampioen op een gegeven moment. Ja. Dus voordat je dat hele vertrouwen weer hebt gekregen, ook van je omgeving, ja, dat gaat wel even overheen. Ja. Maar als je dat dan eenmaal hebt, nou ja, dan ben je wel op de goede weg, vind ik. Ja. Ja. Nou ja, ik ken het probleem dus niet. Nee. Maar ik heb de film van Elton John. Elton John was vorig jaar een beetje de man, hè? Met zijn biografie, zijn biografische film. Die heeft ook dit eronder gekregen. Ja. Eindeloos veel discipline. Ja. 3 sessies per dag. En dan kwam hij binnen als Elton John, waar hij ook op had. Dus daar kwam ineens, daar staat hij met gewoon een aantal zwervers uit, ik zal maar zeggen, New Orleans of Sydney. Ja. En dan kwam ineens Elton John midden in de kliniek. Ja, maar het is wel zo. Ik had dat daar de eerste keer dat ik in die kliniek kwam. Toen dacht ik, Jezus, Mina, weet je, dan gaan ze allemaal naar mij lopen kijken. Mm-hmm. En dat doen ze ook wel even. Maar ze hebben natuurlijk zelf ook een bak problemen. Mm-hmm. Dus dat normaliseert zich wel op een gegeven ogenblik. Maar je hebt ook niet zoveel keuze. Uiteindelijk moet je wel gewoon, je moet het gewoon maar gaan doen. Ja. Ja. En proberen vol te houden. Ja. Ja. En dan kom je een hoop obstakels tegen onderweg. En vooral in emoties, weet je, dan wordt het altijd weer een beetje moeilijk om. Als je het moeilijk krijgt, ergens vanaf te blijven. Maar op een gegeven ogenblik krijg je dat wel wat onder controle. Mm-hmm. En dan gaat het beter en beter. Heb je ook, want die indruk had ik een beetje bij. Je kon over dat voetbalverleden eigenlijk heel moody praten. Een soort mist was dat eigenlijk voor je. Begin er alsjeblieft niet over. Ja. Je krijgt de indruk dat je weer een beetje lol hebt om te denken, ik was eigenlijk wel een aardige voetballer. Jawel, maar dat moet je ook niet overdrijven. Nee, dat is gelijk. Nee. En dan moet je ook niet de hele dag, weet je. Maar ik ben met Michel, met het boek, zijn we naar Italië gegaan. En daar kwamen wel weer de enthousiasme van de mensen, weet je. Dat was hartstikke leuk. Mm-hmm. En dat bleek ook dat je persoonlijk wel banden had die je eigenlijk vergeten was. Want kijk, als je voetballer bent, ga je gewoon van club naar club. Mm-hmm. Je gaat maar door en van prestatie naar prestatie. Dus dat was wel heel dierbaar. Ja, ik kan er wel iets beter. Ben je trots op jezelf? Over het voetbal? Het voetbal, maar ook over het andere. Nou. Dat je daarna dat allemaal overwonnen hebt. En dat je nou hier zit en dat je theater gaat en je 2 boeken hebt. Ben je trots op jezelf? Nou, ik ben er wel blij mee. Ja. Ja, laat ik het zo zeggen. Zoiets. Zijn de schulden afbetaald eigenlijk? Ja. Ja. Want jij leeft op een gegeven moment van een tientje per week. Ja. Nou ja, kijk, dat eerste boek. Kijk, je kan natuurlijk altijd roepen van, ik heb een boek geschreven of ik treed in de openbaarheid om een voorbeeld te zijn of om mensen te waarschuwen of wat dan ook. Ja, de insteek was gewoon om te kijken of ik met dat boek wat kon verdienen. Ja. Ja, ik kan het niet anders maken. Nee. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Ja. Dus daar konden we mee een beetje aflossen. Ja. En dan zie ik je bij VI of bij andere branche, want de laatste tijd is het dan VI. Dan heb je dus verstand van voetbal, dat heb je vanzelfsprekend. Dan kijken jullie dus ongelooflijk veel wedstrijden. Ja. Ik vind dat natuurlijk fijn, want jullie informeren mij. Ja. Maar heb jij zin om zoveel wedstrijden te kijken? Nou, niet altijd. Nee. het leek mij ook zoveel, mij niks voor jou. Nou ja, kijk, je krijgt er wel routine in, hè. Je weet natuurlijk wel wat er speelt en wie is. En je probeert natuurlijk vooral in de weekenden de grote clubs te volgen. Maar 3 wedstrijden op een dag is best veel. Maar kijk, maar de hoogtepunten misschien. Nou ja, dat doe ik er ook wel bij. Maar kijk, het is natuurlijk ook. Er was laatst een vriendinnetje van mijn dochter bij ons aan het spelen. En toen zat ik. Ik heb zo'n kamer boven tegenwoordig. En dan zit ik in zo'n stoel. Zit ik een beetje naar het voetbal te kijken. Terug te kijken. En die stormde in één keer binnen, dat meisje. Want die had geen idee hoe dat huis eruit zag. Mm-hmm. En toen zei mijn dochter van, ja, niet doen, want papa is aan het werk. En dan zit je gewoon een beetje voetbal te kijken. Dus toen had ze op school verteld, die meneer, de vader van Verlien, die verdient zijn geld met voetbal kijken. Mm-hmm. Ja. Ja. En dat is best goed gedaan. Ja. Toch? Ja. Ja.